Ik ben Anke Visserman en sinds december voorzitter van de Sportclub Waag. En daar ontmoet ik ontzettend enthousiaste vrijwilligers die klaarstaan om mensen met een verstandelijke beperking of een andere beperking te helpen om te sporten en recreatie te kunnen beleven met elkaar. Dat doen we in Wageningen, in Renkum en in Ede. En ja, mensen komen van al die plekken eigenlijk en ontmoeten elkaar dan in de sportclub. En dat heeft ook een heel mooi sociaal aspect. Je kunt vrienden maken, maar je kunt ook gezond blijven en bewegen met elkaar. En vandaag zijn we in Doelen, en dat is het sportcentrum in Renkum, waar kinderen en jongeren en jongvolwassenen een zwemles krijgen. Vandaag ontmoeten we Loes en Martin en een aantal vrijwilligers die toezicht houden in het zwembad. En ik ben geweldig trots op hen dat ze hier iedere keer weer staan en zich voor de kinderen inzetten. En daarmee staan ze eigenlijk voor het enthousiasme van alle vrijwilligers van Waag. Dus ik vind het een geweldige club en we gaan heel enthousiast naar de toekomst. Het is niet belangrijk dat een kind een diploma of een certificaat behaalt, maar het is gewoon belangrijk dat een kind veilig is in het water. Dat hij zich kan redden en dat hij er op een zelfstandige manier uit kan komen. De meeste kinderen lukt dat bij. Zelfs kinderen die in een rollator komen, die kunnen zelfstandig het water uit. Misschien moeten we zelf nog naar een tienergroep, want de kinderen die hier zijn begonnen toen ze 6, 7 jaar waren, die zijn nu bijna 16. En ja, dan is het toch wel leuk om daar weer een eigen groepje van te maken. Want die zien al die jongeren weer instromen. Wij hebben natuurlijk heel veel ouders die meekomen. Die heb je net ook langs de kant zien zitten. En die zijn eigenlijk allemaal bereid om te helpen. Ik ben Stan de Vocht en ik ben vader van Jonne. Die zwemt hier nu 8 jaar. En ik ben vrijwilliger. Dus af en toe hou ik toezicht dat alles veilig verloopt. En ik ben trots dat die kinderen gewoon lekker vrij worden gelaten en lekker hun ding kunnen doen. En ontspannen met elkaar kunnen zwemmen en in beweging zijn, ondanks hun beperking. En wat betekent dat voor Jonne dat hij hier zo na 8 jaar heeft gezeten? Ja, ook een heel groot sociaal element. Niet alleen de beweging, maar lekker met elkaar bezig zijn en bij een groep horen is ook heel belangrijk in dit aspect. Ja. Trots op zichzelf? Jonne is zeker trots op zichzelf. Dankjewel. Nou, ik ben trots op wat we bereikt hebben met de kindergroep. We zijn begonnen eigenlijk met een zwemclubje. Nou, dat waren 4, 5 kinderen. En dat is uitgegroeid tot best wel een grote groep. Sowieso in het geheel apentrots op de Waag. Wel eens, ieder mens heeft een handicap. Nou, dat is een van mijn handicaps. Dat ik ze niet kan missen.